En de hoofdrolspeler in tijden van een formatie. Wat, wat zijn daar dan mogelijk de consequenties van? Die consequenties kunnen groot zijn. Uh, ik herhaal even wat ik net zei. Ik, ik heb het idee dat er ten aanzien van Oekraïne een meerderheid in de Kamer is. Maar u zegt terecht: de PVV is de grootste partij in die Kamer. En heeft daar dan ook een, een belangrijke stem. We respecteren uiteraard uh, het oordeel van de kiezer. Uh, niet dat ik dat oordeel deel uh, wat, wat dit betreft. Dat, daar zal u niet verbaasd over zijn. Uh, maar uh, het kan. Het kan zijn dat daar een ander resultaat uitkomt. Het kan dus zijn dat de demissionaire premier in december naar Brussel gaat. Ja, het is al december. Naar Brussel gaat uh, met een, een bepaald mandaat van de Kamer. Dat zal uh, grote consequenties kunnen hebben. Kunnen hebben, zeg ik voorzichtig. Nog, met enige hoop in mijn stem. Consequenties kunnen hebben voor de positie van, van Nederland. Orbán, ja. zoals u terecht in uw vraag al zei, meneer Kokkelman... Or, Orbán rekende zich al plezierig rijk na de verkiezingsuitslag in, in, in Nederland. Ha, ik heb er weer een bondgenoot bij. Ja. Als dat de positie van, van Nederland wordt... Dan, dan zal dat zeer ernstige gevolgen kunnen hebben... voor Nederlands positie en ook geloofwaardigheid binnen de Europese Unie. Dus ik maak me daarover grote zorgen. Daar zit ik... Op dit punt zit ik op uw schaal van 1 tot 10. Zit ik toch wel in de buurt van de, van de 7 à 8 Over het gezag dat Nederland zal hebben in de periode die voor ons ligt. Ja, dat, 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 dat heeft een nieuwe premier. Uh, zolang het Rutte is, ook demissionair wel. Maar een nieuwe premier heeft nee. dat gezag sowieso niet. Nee. En als wilde dat uh, zou zijn. En, en als, dat dan, als dat dan gepaard gaat met een totaal ander standpunt dan waarop al die, al die lidstaten van de EU jarenlang hebben, hebben kunnen bouwen, decennia lang hebben kunnen bouwen. Yeah. We moeten niet vergeten dat, dat de NSC van Pieter Omzicht eh, ook een redelijk Europacritische partij is. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan gaat dat moeilijk worden in, in, in Brussel. Laten we terugkeren naar de kwestie Oekraïne. Uh, want um, uh, daar uh, is een gebrek aan wapens, daar is een gebrek aan geld. Um, zowel uh, Rob Bauer, de hoogste um, militair bij de NAVO in Brussel, althans de voorzitter van dat uh, gremium van topmilitairen, heeft uh, laatst nog eens een keer gezegd, jongens, die defensieindustrie moet echt nu, echt, echt echt in het Europees verband over uren gaan draaien uh, en uh, verder op poten worden gezet. En uh, Onno Eichelsheim, onze eigen uh, commandant en strijdkrachten, sprak hem na. Uh, laatst. Uh, in de tussentijd zien we dat ook het geld vanuit de Verenigde Staten begint op te raken. Sterker nog, uh, de mededeling van de regering daar aan het congres is: Dames en heren, het geld is op. Wij wachten op uw toestemming om meer uit te geven. En die toestemming is bij lange na nog niet vanzelfsprekend. Met andere woorden, hoe groot is nou de kans dat Zelensky het straks heel erg koud krijgt in de winter? Die kans is, die kans is aanzienlijk. Uh, ik, ik hoop allereerst dat er in de Verenigde Staten. Een, een, een modus, een mogelijkheid wordt gevonden uh, om dat geld wel vrij te maken. Ook daar zie je overigens weer dat de Republikeinen... dat aan allerlei andere dossiers koppelen. Ja. Uh, van, van immigratie, de grens met Mexico, et, et, et cetera. Hele onnatuurlijke koppelingen. Maar dat gebeurt in de politiek. Ik heb dat ook jarenlang uh, lang meegemaakt. Ja. Uh, uw, uw, uw analyse is, uh, is, is, is correct. Het is allesbehalve zeker op dit moment... dat, dat er vanuit de Verenigde Staten pakket wat Biden zou willen zou willen goedkeuren dat dat er op komt uh, meer in in, in in brede zin is de vraag voor nu maar ook voor 2024 en dat zijn belangrijke vragen hebben wij uh, 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 als Europa en als de Verenigde Staten hebben wij de politieke wil één de industriële capaciteit twee de militaire capaciteit drie om eh, Oekraïne blijvend eh, te helpen eh, om Rusland eh, te, te verslaan. Uh, en dan heb, hebben we het nog niet over Iran. Ik heb het nog niet over China en Taiwan. En ik heb het nog niet over Israël en Hamas. Nee, dat komt zometeen ook uh, even op aan bod. Even op ons Oekraïne concentreren. Als dat niet lukt, als wij dat niet hebben. Ja. En als ik uh, de generaal Bauer hoor. Uh, en ik hoor de generaal Eichelsheim. Uh, dan deel ik uiteraard hun visie en hun opvatting. Maar dan zeg ik daarbij. Als je zegt, hebben wij de industriële capaciteit, dan gaat het over wapenproductie. Mag ik dan ook uh, uh, een pleidooi houden uh, om eens te bezien uh, of onder de huidige spanningen, in de huidige tijd met een oorlog op het Europese continent, mm -hmm. uh, institutionele beleggers, pensioenfondsen nog eens bij zichzelf te raden zouden kunnen gaan banken? Of misschien het grote taboe met een hoofdletter T om te investeren in de wapenindustrie? Of dat taboe niet aan herziening toe is, ja. uh, dat hangt samen met mijn, met mijn serieuze inschatting van de situatie. Ja, uh, ja dan, dan is de toekomst van onze positie vis-à-vis -vis, uh, Oekraïne ja. uh, is, is, is niet helemaal zeker. Ja, dus eigenlijk roept u de pensioenfondsen op om hun taboe jegens de wapenindustrie te laten varen. Ja, en ik roep indirect dus ook de politiek op. Uh, niet dat die uh, de pensioenfondsen aan een touwtje hebben. Mm -hmm. Maar ik roep ook indirect de politiek op... Uh, om, om dit debat in de Tweede Kamer eens te voeren. Ja. Ik, begrijp, ik begrijp heel goed dat in tijd van eeuwige vrede... Uh, waarvan wij dachten dat die was aangebroken toen de muur viel in 1989... Uh, dat dat uh, niet in eerste instantie uh, een, een terrein is waar je je centen aan besteedt, uh, ook, ook uh, in, in mijn naam als, als pensionade, als gepensioneerde. Maar ik ja. vind dat de internationale situatie alle aanleiding geeft uh, om zo'n debat uh, te heropenen. Ja.